Lasse Schöne, nu wordt het wel echt tijd voor een grotere Europese tegenstander voor jullie, lijkt me. Hoezo? Nou ja, stroef begin vandaag, maar toch niet te vrezen van de Grieken. Ja, stroef begin. Zo'n goede ploeg. Verdedigt erg compact, zoals we zien. Soms wel in twee spitsen bijna mijn eigen 16. Dat is moeilijk doorheen komen. Maar gelukkig de tweede helft kwam er doorheen. En denk ik dat we gewoon een 3-0 een goede uitslag is. Ja, is dat dan een uitslag die de verhoudingen weergeeft of is het te veel eigenlijk? Nee, ik denk wel dat het terecht is. Ik denk dat zij weinig hebben gehad. Wij aardig wat mogelijkheden. Veel balbezit, veel voorzetten en grote uitgespeelde kansen. Kregen we pas in de tweede helft. En natuurlijk ook die grote kans met Nico naar, en ook nog één. Ik denk wel dat het terecht is. Ja, dat ondanks het gemis van Matthijs de Ligt, jullie aanvoerder. Hoe groot was dat gemis? Nou ja, natuurlijk. Als je aanvoerder mist, is dat een groot gemis. Hij vult natuurlijk heel veel achterin en heeft het gewoon fantastisch gedaan de laatste tijd. Dus natuurlijk mis je die. Maar gelukkig hebben we genoeg goede mensen die in plaats van hem ook die gewoon erin kunnen gaan en erin kunnen komen. En gewoon een goede wedstrijd spelen. En in dit geval Frenkie naar achteren en Karel op middenveld. Ik denk dat dat prima werkte en complimenten. Zondag PSV Ajax, kunnen we dat stellen dat dat een binnenlands Champions League wedstrijd is? Ja, dat kan. Het zijn beide teams in de Champions League, dus dat kan. Jouw favoriete tegenstander in de Eredivisie? Ik speel liefst de grote wedstrijden, dus dat is wel een van de leukere, ja. Allebei een aparte uitslag. Jullie winnen 3-0, zij verliezen 4-0. Verschillende tegenstanders natuurlijk, maar kunnen we concluderen dat jullie gelijkwaardig zijn of hoe zie jij dat? Ja, dat is lastig, hè. We hebben nog niet tegen elkaar gespeeld, maar we hebben nu een reeks achter de rug met veel goede wedstrijden, denk ik. Dus dat kunnen we wel zeker meenemen. Maar het is natuurlijk wel een beetje dubbel. Wij staan hier natuurlijk blij en goede resultaat, 3 punten. En speelde thuis tegen AEK. En zij uit tegen Barcelona, dus dat kan je niet met elkaar vergelijken. Dus ik niet dat ze heel erg geschrokken zijn van het niveau van Barcelona. En ik denk niet dat zij daar heel veel mee gaan meenemen naar zondag. Moeten jullie winnen om zo'n vervelende inhaalrace als vorig seizoen te voorkomen? Het is wel heel vroeg in het seizoen, maar natuurlijk, je moet liefst ook bij wedstrijden winnen. En dan sta je bovenaan en dat wil je. En je wil liefst dat zij achter jou aangaan. Dus natuurlijk die gewonnen moet worden. En we hebben natuurlijk ook wat recht te zetten van vorig seizoen. Kleine voorspelling, waar staan jullie volgende week? We staan bovenaan.